tegen mij gezegd: Joey, waarom ga jij niet vloggen? 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 Waar moet ik dan over vloggen? Vloggen over waar ik mee bezig ben. Lekker interessant wat ik de hele dag aan doen ben, ja toch? Boeiend. Senior. Ja, dus ik dacht, ik ga even kijken wat andere vloggers dan doen. En toen zag ik een meisje. Ik kwam dan net uit bed en die zei: Nou, ik ben net wakker. Het is 11:30. Dus ik heb sushi besteld. Ik heb me nou opgemaakt en de sushi is net binnen. Ik ga even kijken. Er zit wel erg veel mayonaise op de sushi. Had ik echt niet verwacht. Ik bedoel, als je gewoon over van alles en nog wat kan lullen en blijkbaar vinden mensen dat boeiend genoeg om naar te kijken, dan ja, waarom niet? Dus, volgende week een shoot. En daarvoor heb ik 2 modellen gevraagd die voor de shoot hun hoofd in een taart moeten duwen. Dat moet ik natuurlijk wel even zelf testen. Brokken vanille, zacht en luchtig en scheerschuim. Dam, pa, dam, pa. Beetje scheerschuim ertussen. Nou, dit is de taart. Je wil er niet aan likken, want het ruikt heel fris naar scheerschuim. Extra scheerschuim. Ik krijg er bijna honger van. Moet wel een beetje effect hebben. Ik heb mijn haar vastgedaan. Beetje op. Dat hebben ze op de shoot dadelijk ook, dus hè, moet wel even alles goed testen. Handdoekje ligt hier, ik ben helemaal prepared. En het gaat er natuurlijk om, moment supreme, dat hij goed alle kanten opsmasht. Flasht, flappert, flibbelt, weet ik veel. Dus daar komt hij. Hip hip, hoera! Ik weet het niet. Het had geen smash effect. Maar in principe, voor hoe hard ik mijn gezicht in de taart gooide, ja, ik kwam wel zacht neer. Tada! Het was een goede test. Ik ga gewoon de volgende keer laten zien hoe de modellen het doen. Die doen het vast veel beter.